We zijn eigenlijk heel blij met het initiatief van Johan Fickert en Koert de Heggelen, die iets bedacht hebben om met dat beroemde rondje, wat ooit de toegangspoort was van de Rabobank, om daar iets mee te gaan doen. En dat gaan we vandaag openen. En de artiest die dat gaat exposeren is Mia. En we zijn ook heel blij, er was heel veel belangstelling voor. Die hebben zich allemaal bij Gerard gemeld, maar uiteindelijk ben jij het geworden. Die zijn leuk. Maar die zijn hetzelfde. Ik ben uitgenodigd voor de opening en het leek me hartstikke leuk om te kijken. Glaskunst wordt gezegd, hè? Dus kunst met glas. En ik mocht als eerste naar binnen stappen omdat ik op tijd was. En ja, je ziet glas in lood en ze had nog een naam voor een meer nauwkeurige glaswerk in lood. Daar had ze een andere naam voor, maar die ben ik vergeten. En ja, het is heel erg mooi. Ze heeft hele mooie stukken gemaakt. En het is eigenlijk een hele kleine expositie. Maar daarom wel een heel mooi pareltje zo hier binnen het Huis van Katoen en Nu. En ja, gewoon heel erg leuk om te zien en dat ze op die manier bezig zijn om dingen die door almeloze kunstenaars worden gemaakt, om die voor mensen toegankelijk te maken. En het schijnt ook de kleinste expositieruimte in heel Nederland te wezen. Het is wel heel apart, ja. Maar hij is misschien wel klein, maar er staat best wel heel erg veel mooie dingen in, dus dat is wel mooi. Heeft hij al meer bericht over de ijsvogels? De kunstenares is heel hard bezig met de ijsvogels. En ik heb begrepen dat het iets langer duurt dan dat we allemaal gehoopt hadden. En dat komt omdat het klei waar die ijsvogels van gemaakt worden, die moet drogen. En met dit weer, dan snapt iedereen, droogt dat niet zo hard. Omdat de luchtvochtigheidsgraad dan blijkbaar hoog is. En het mag ook niet te snel drogen, want dan gaat het weer breken. Dus dat vergt tijd, maar ze is er volop mee bezig. En naar ik hoor, want ik heb het zelf nog niet gezien, ziet het er nu al heel erg mooi uit. U heeft hier expositie geopend vandaag. Wat houdt uw werk in? Mijn werk dat is eigenlijk allemaal glas. Dat is werken met glas, met Tiffany, glas in lood, glas fusion. En werken met een hotpot in een magnetron om glas te smelten. En u heeft heel specifiek werk hier neergezet. Heeft u ook specifiek een collectie uitgezocht om dat hier neer te zetten? Nou, ik heb gewoon alles wat ik door de jaren heen gemaakt heb, verzameld en hier neergezet. Dus ik denk dat zo'n beetje 75% van wat ik heb, dat hier staat. En hoe lang bent u al bezig met glas? Ik ben 15 jaar geleden ben ik begonnen met een cursus te volgen. En de laatste 7, 8 jaar dus heel zelfstandig en dan gewoon ook zelf uitzoeken hoe en wat.